leef in een tijd waarin die mensen zonder hoop, zonder levenskracht, zonder wilskracht is. En die Bijbel sê dat zonder God is daar geen hoop. En ons visie van ons gemeente is, gee hoop vir ander levens. En ons wil graag zien dat in ons gemeenskap en in ons gemeente dat daar mensen is wat weer hoop skep. Hoop in hulle hart het, dat God verandering in hulle leven kan brengen. Ons moet die wereld helpen om geloof en hoop op God te plaas. Ons wil bekend staan in die gemeenskap vir 'n gemeente van hoop. Omdat onze gemeente het met hoop, wil ons vir allemaal in hierdie omgeving vertel wat nie hoop het nie, dat daar is hoop in die Here. Hulle sit met die vraag, waar gaan hulle hoop kry? Daar is net een wat hoop kan gee. Dit is wat ek en jy ken. Dit is hom wie ons ken, wat hoop kan gee. En ons gaan hom aan hulle voorstel, sodat hulle kan ervaar wat ek en jy ervaar. Een hoopvolle toekomst in Christus. Daar is geen beter medisyne as hoop nie. En God stuur ons as dokters uit om hoop aan hierdie wereld te gee. Sy genesing, sy genade aan hulle te verkondig. Daar is een toekomst en jou hoop sal nie ontneem word. Staan saam met ons op en gee hoop en verander lewens. God het my 'n persoonlike tema gegee vir 2011. Naamlik vooruitgang. Die woord van die Here sê, laat julle vooruitgang duidelik sigbaar wees. Dus ons gemeente se begeerte, dat elkeen in hierdie jaar een vooruitgang gaan doen. By die huis, in julle gesin, by die collega's van julle wat saam met julle werk, laat hulle sigbare teken gaan sien hoe julle vordering en vooruitgang toon. God soek vrug, wanneer hy na ons gemeente kyk, elke gemeentelid as individu, soek God een duidelike vooruitgang. Ons wil het ook so hê, dis hoekom ons jaarthema is, vooruitgang. Elke bediening, die kinderkerk, die jeug, aanbiddingspan, selgroepe, senior burgers, president hoërskool, Christ Generation, ons gemeenteskool, intersessiegroep, ons wil vooruitgang op elke vlak van bediening sien. Ons wil het ervaar. Daar is niks so giftig en gevaarlik soos stagnasie nie, wanneer daar nie vordering is nie. Enige persoon sal bekommerd raak as daar nie vordering is. En ons wil in elke lidmaat van ons gemeente een groei sien. Jy wil nie einde van die jaar dieselfde punt eindig as wat jy vandag is nie. Ek daag elke leier uit om vooruitgang te toon. Elke bediening en lid wat betrokke is by die bedieninge om vooruitgang te toon. Ons wil elke gemeentelid betrokke hê by verskillende bedieninge om so die vooruitgang te doen. As ons iets niets wil sien, sal ons iets anders moet doen as wat ons normaalweg doen. Want 2011 gaan 'n jaar wees waarin vooruitgang duidelik sigbaar gaan wees. Ons daag jy uit om betrokke te raak en deel daarvan te wees, om saam die vooruitgang te ervaar. Die Here seën. Take me up to another level.
see you say it like